Sylvie Meijs wordt momenteel bekritiseerd door Duitse media, met name door presentatrice Barbara Schöneberger, die in haar podcast uithaalt naar Sylvie vanwege haar liefdesleven. Volgens Barbara maakt Sylvie haar relaties te snel openbaar, en ze begrijpt niet waarom de succesvolle zakenvrouw zich steeds in de schijnwerpers plaatst met haar liefdesperikelen. Waar Sylvie vorig jaar nog vol vreugde verkondigde hoe gelukkig ze was met Wim Beelen, bleek de relatie enkele maanden later al te zijn gestrand, merkt Barbara op in haar podcast. Ze vervolgt met haar kritiek, Sylvie maakt haar relaties te snel openbaar. Ze moet gewoon in alle rust op zoek gaan naar de juiste partner. Het constant benadrukken dat het liefde is en meteen samen over de rode loper gaan. Dat zou voor mij te riskant zijn. Ook de Duitse komiek Ilka Bessin deelt haar ongezouten mening over Sylvie. Zij vermoedt dat Sylvie haar relaties snel publiekelijk maakt om relevant te blijven in de media. Nieuwe relaties zijn immers volgens Ilka een onderwerp dat steeds weer terugkomt. Op Valentijnsdag ontving Sylvie nog een liefdesverklaring van een andere ex, Niklas Castello. Sylvie deelde op Instagram een foto van een fotoshoot, waar ze poseerde tussen hartjesballonnen. Vandaag vieren we de liefde in al haar vormen. Ik wens je een dag vol liefde en geluk, schreef ze erbij. Niklas reageerde liefdevol op het bericht, fijne Valentijnsdag aan de mooiste persoon die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Sylvie lijkt dus ondanks de kritiek ook positieve aandacht te ontvangen.